Goedemorgen dames en heren, super tof dat jullie weer kijken naar deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Loan, maar eigenlijk zo'n goede morgen is het niet. Gisteravond ben ik live geweest op TikTok. Daarna had ik gelijk wat last als ik doorslikte. Gelijk wat slijm bovenaan in mijn keel zo. Dan wou ik gaan slapen en ik raakte maar niet in slaap. Ik heb het gevoel dat ik deze nacht alle uren van de klok bij wijze van spreken heb gezien. Ik heb het gevoel dat ik niet heb geslapen, dat ik de hele tijd wakker was, totdat mijn alarm ging. Ik heb echt, ben niet uitgerust. Ik heb spierpijn, ik heb keelpijn, ik heb een beetje hoofdpijn. Dus ja, ik denk dat het allemaal wel een beetje gecorreleerd is aan elkaar. Het is nu 7:30. Op Nolwenn moet ik gaan afzetten op school. Die moet naar de les. Ik heb vanmiddag ook les. Maar ik ga gaan afzetten en dan ga ik naar huis komen. En dan ga ik even een dutje doen, want ik moet even power hebben om even terug een beetje energie te krijgen. Want ik heb zo slecht geslapen. Ik heb ook met mijn ruit open geslapen. En wij wonen langs een drukke straat, dus ik weet niet wat dat ermee te maken heeft. Ik denk het niet, want dat heeft gewoon voor verkoeling gezorgd. Maar ik heb echt zo slecht geslapen. Het is echt ongelooflijk. Dus ik ga even een beetje siroop pakken en zo. En dan dat valt dan voor de hoofdpijn. Ik neem normaal nooit pilletjes. Maar ik heb echt pijn nu, dus. Allee, of pijn. Ik heb er wel last van. Dus we gaan wel zien hoe dat vandaag gaat gaan. Normaal stond er een intervaltraining op de planning. Ik ga even mijn Garmin tonen. Mijn hartslagvariabiliteit die was redelijk laag deze nacht. 87 en dat zit in de rode zone. 87 milliseconden. Mijn trainingsstatus staat ook op overbelast. Ik denk puur door dus die HRV-status. Of ik klaar ben voor een training. Ik heb gisteren niks getraind. Hè. Maar zelfs dan staat hij nog maar op 39% in het geel. Er staat ook, doe het rustig aan, omdat ik slecht heb geslapen. Ik heb volgens dat ding kwaliteit slecht. 5 uur en 40 minuten zo gezegd geslapen. Dus ja, echt niet goed. Terwijl we zijn wel gewoon op tijd naar bed geweest. Echt om 10 uur wel, maar ik raakte gewoon niet in slaap. Ik ga even iets pakken om te eten. Siroopje. En dan hoop ik dat met mijn keel toch wel beter gaat gaan met mijn kop. Gelukkig gaat het vandaag wel gewoon warm zijn. Dus, en een mooie lucht. Dus we gaan nu gaan afzetten. Ik moet denk ik mijn ruitenwisselvloeistof nog een keer aan. En ik zal dat gewoon de hele tijd vergeten aan te vullen. Ja. Dat is zo iets waar ik nooit aan zou denken. Met dat het zo mooi weer is, ga ik straks met de fiets naar school. En het is nu 1:30 en om 1:30 begint de les. Ik heb les tot 6:00, maar ik weet niet echt of dat al direct les gaat zijn. Ik denk van wel, want we hebben theorie en dan een labo. Dus ik denk wel dat dat direct naar elkaar is. Gelukkig allemaal alleen maar vandaag. Maar om even middageten te eten, ik had echt geen zin in weer boterhammen. Dus ik heb even een beetje frituursnacks gemaakt. Ik ben er normaal niet echt het man van om zo vaak van die vettige dingen te eten en zo, maar ik heb echt geen goesting om iets anders te halen. En even dit naar binnen werken, dat ik toch iets gegeten heb deze middag. En dan ondertussen ben ik de vlog van Enzo Knol aan het kijken. En dan ga ik straks lekker richting school vertrekken. Oh, dames en heren, mijn haar, hoe zie ik eruit op de fiets? Maar mijn plan was eigenlijk om deze ochtend de vlog te editen, online te zetten. En dan ging hij op tijd zijn vandaag. Maar ja, je verwacht natuurlijk niet dat je ziek wordt, want gisteravond was oprecht. Dat kwam bij niks gelijk. Ik heb super slecht geslapen dan vannacht en dan deze ochtend eigenlijk ook gewoon vooral geslapen. Dus ja, nu ben ik naar huis aan het gaan, het is wel al na 6:00. Oh joh, busje. Dus ik ga dan nu naar huis eten, vlog editen, online smijten. Dan even een dutje doen ofzo, ik weet niet hoe ik mij ga voelen. Nog wat voor school werken. En dan, ik denk niet dat ik ga sporten vandaag. Op zich heb ik al een uurtje gefietst. Wel met de elektrische fiets, maar ik ben toch tenminste een uurtje buiten geweest en mijn beentje rondgedraaid. Dus ik ben blij dat ik met de fiets ben geweest, want dat is wel nicer dan met de auto. Dan zou ik mij nog slechter hebben gevoeld. Maar ik denk niet dat ik ga lopen vandaag, dat heb geen goesting. Beter gewoon iets beter rusten vandaag, morgen. En dan zie ik wel hoe ik mij voor de rest van de week ga voelen. Oh, dames en heren, zoals ik zei, ik ben net thuis gekomen. Het is na 6:00, ik ben nu eten aan het maken. Maar er is gisteren iets gebeurd. Figaro die kwam binnen, want die loopt redelijk vaak buiten. Met een beetje pijn aan zijn voet. En nu vanochtend is hij hier onder gegaan. Hier in een bakje. Daar is hij. Ja, ik weet niet, hij staat niet echt scherp, maar je weet het nu, hij ligt daar nu al bijna een hele dag. Hij mankt zo'n beetje aan zijn voorste poot, dus hij heeft dat wel al een keer gehad. En dan ging dat wel over met de tijd. Dus ik heb hem nu een beetje kipfilet gegeven en een beetje geaaid en hij moest toch ronken. Dus dat wil toch een teken zijn dat
wel oké is, denk ik. Dat wel wat meevalt. Maar we wouden nog naar de dierenarts gaan, maar het is echt onmogelijk om hem te pakken. Omdat, ik weet niet of jullie al even de vlogs kijken, maar Figaro die komt van het asiel. En daar is hij achtergelaten in een fabriek en die was heel mensenschuw. En pas het laatste jaar, half jaar denk ik. Nee, denk wel al een jaar. Dat hij hem goed laat aaien en zo. Maar oppakken, dat gaat nog altijd niet bij hem. We hebben twee katjes, Figaro en Toulouse. En Toulouse is een vrouwtje. En haar hebben we via een fokker. En die kun je super gemakkelijk natuurlijk oppakken, want die heeft niet echt een trauma of zo meegemaakt. Maar Figaro wel. Het is heel moeilijk om hem op te pakken. Dus naar de dierenarts gaan is heel moeilijk. We moeten dan een soort van met verdoving doen van de dierenarts. Dus dat is een beetje jammer dat dat zo moet. Dus we willen dat zoveel mogelijk vermijden. Maar je moest sowieso nog een keer gaan voor een spuitje en zo. Dus we zijn aan het kijken wanneer dat we gaan gaan. Maar ik ben even eten aan het maken. Ik ga deze avond even kalkoenschnitzels eten en ertjes en worteltjes. Gewoon super simpel, want ik heb echt geen goesting om veel eten te maken. Ik heb op school een dafalgan gekregen van Rune. In het begin op school ging het wel, maar naarmate hoe dichter het bij tegen 6 uur kwam, begon ik meer en meer hoofdpijn te krijgen. Dus dat was echt wel jammer. Sporten ga ik sowieso niet doen. Ik denk niet dat dat slim is. Straks zal de vlog editen, nog een beetje voor school werken. Want ja, het leven gaat voort en dat moet wel gewoon gebeuren. Dus dat ga ik sowieso wel nog doen. Maar ik ben wel echt aan het balen dat ik weer ziek ben. Want ik was gelijk zo ziek, denk een week, een half, twee weken voor de 10 miles. En dan was het zo gelijk wat beter tot en met de 10 miles. Ik was wel zo nog wel aan het hoesten. En af en toe een beetje aan het hoesten. En nu sinds gisteravond heb ik echt niet geslapen. Dus was het echt super slecht. Dus ik hoop morgen met een goede nachtrust dat het wel al wat beter gaat gaan. En dat ik gewoon een keer rustig kan gaan fietsen of een keer rustig kan gaan lopen. Want op zich, ik heb het ook al de vorige keer gezegd. Ik geloof wel dat als je rustig gaat sporten, dat je minder slecht voelt dan als je helemaal niks doet. Ik ga even het eten klaarmaken en dan zie ik jullie zo. What the freak, ik had gezegd dat ik ging tonen. Maar dit is dus mijn eten. Het is nu al ondertussen bijna op. Ik zeg het super simpel gemaakt. Normaal kan ik beter koken, maar ik had echt geen energie. Weet je wat ik onlangs in een TikTok ook zag? Of misschien wel al lang geleden, maar dat zo mannen altijd overdrijven als ze ziek zijn en dat ze precies helemaal dood zijn. That is totally me. Ik verwacht van mijn vriendin dat ze mij helemaal inbabyt als ik ziek ben. Morgen woensdag, ik ga echt geen wekker zetten. Ik ben zo blij dat mijn stage over is, anders had ik een paar dagen moeten missen. Ik kan jullie gewoon vasthouden. Ik weet niet of ik een verkoudheid heb of iets anders. Ik ga nu nog even een siroopje gaan halen, tijmsiroop. Ik merk dat dat goed doet voor mijn keel. Met mij klaarmaken om te gaan slapen. En het is nu 11:15. Ik heb net de vlog geëdit. En dan morgen vroeg ga ik die gewoon uploaden, want ik heb daar nu geen energie meer voor om te wachten te uploaden. En ik kan gewoon beter mijn slaap pakken. Ik heb op mijn Strava gevraagd wat de mensen zijn tips hebben tegen een verkoudheid. Ik weet eigenlijk niet echt of ik een verkoudheid heb met het feit dat ik heel dit hoest. Het is zo vervelend, ik heb echt keelpijn. Dus ik hoop dat morgen niet erger gaat zijn of dat ik deze nacht wel ga kunnen slapen. Een paar comments in mijn Strava waren borst- en voetenzolen insmeren met Fix als je gaat slapen. En dat was Andres die dat zei. Andres, je zei legend, want dat potje Vix staat hier toevallig al. Dus dat deed ik al, dus dat ga ik deze avond ook gewoon weer doen. Neus elke dag uitspoelen, zei Jules. Maar een versopte neus, daar heb ik eigenlijk niet echt last van. Ik ben wel blij, want na mijn operatie, voor mijn operatie had ik echt altijd last van mijn neus die verstopt zat. En nu is dat gefixt en nu ben ik heel de tijd aan het hoesten. En dan zei iemand anders, gemberthee drinken. Mijn verkoudheid ging ik maar niet over, maar dat hielp mij echt goed. Simon zegt dat net 1 minuut geleden toevallig. Net als ik wou vloggen, dus toevallig. Maar Simon, ik weet niet of je de vlog kijkt of niet. Misschien moet je dat eens proberen of toch tenminste nog eens een kans geven. Want ik heb ooit een keer gembershotjes proberen maken. Ik denk zelf dat dat in de vlog ook was, al bijna een jaar geleden denk ik. En dat was zo ongelooflijk ranzig. Ik dacht ik ga meedoen met de hype, maar het was niet echt iets voor mij. Maar misschien is een gemberthee iets beter. En als dat mij kan afhelpen van keelpijn, dan graag. Maar ik ga nu even een siroopje gaan drinken en in mijn bedje gaan. En het spijt me dat de vlog wat korter was vandaag. Ik heb gewoon echt geen energie. Ik voel me echt niet lekker. Dus zo'n dagen zitten er natuurlijk ook bij. Ik hoop dat ik morgen misschien, als ik me beter voel, even gewoon een half uurtje rustig kan lopen of zo. Of even op de rollen kan. En ja, dan zien we wel hoe dat ik mij voor de rest nog verder voel. Alleszins niet overdoen. Geen intervaltrainingen, niet te zot. En dan komt het allemaal wel in orde. Merci om te kijken naar de vlog. Ik ben er morgen weer bij een gloednieuwe vlog om 6 uur. En zoals ik altijd zeg, ciao. Kus.